Vorige week, donderdag, bestond Ruma's 12 jaar. En vandaag blikken wij terug op het 12-jarig bestaan van Ruma's met de oprichter van deze belangrijke stichting of organisatie. Goedemorgen, mevrouw Hart, en welkom. Dank u wel, goedemorgen. Ja, 12 jaar geleden stond u op met een roeping of een opdracht van God om jongeren, vooral jonge mannen, te helpen om zich te vormen tot volwaardige Surinaamse burgers. Hoe is deze visie eigenlijk begonnen? Ik heb het al gezegd, ik is van roeping van Gadoma. Dat verhaal kent u. Ja, ik ga even snel corrigeren. Het is niet jonge mannen, zomaar jonge mannen, want er zijn heel wat jonge mannen. Maar het zijn jonge mannen die eigenlijk denken dat ze kanseloos zijn in Suriname. Wij zeggen de onbegrepen jeugd. Men zet ze aan de kant, want het zijn jongens uit de gevangenis. Steek me pak straffen, dan weet je niet wat je moet doen. Je bent je baan kwijt, je kan geen werk vinden. Het zijn hangjongeren, meestal vanuit één oudergezinnen, waar de papa ontbreekt. En het zijn de jonge jongens die dreigende drop-out zijn, tussen 10 en 16 jaar, waarvan de leerkrachten ze niet begrijpen, ouders begrijpen ze niet, de omgeving begrijpt ze niet. Dus dan hebben wij de zorg, God heeft mij gevraagd, ik heb duidelijk een teken gehad, om jongens uit de gevangenis te halen. En ik dacht dat het de geestelijke gevangenis was. Blijkt dat het beide is, geestelijk en fysiek. Jongens uit de gevangenis halen en ze eigenlijk een duwtje geven om weer op het pad te komen, om zelf verder te gaan. Ja. En het is begonnen, niet 12 jaar geleden, maar 14 jaar geleden, heb ik die roeping gehad in de Bribi-ministerie. Ik wist niet wat het was. Ik ben wel leerkracht geweest, sportleerkracht. Ik had een heleboel gedaan, Marie Lefevre school met drop-outs. En ik wist niet waar ik moest beginnen. En ik hoorde dat ik eigenlijk moet... Ik heb een visioen gezien, maar ik moet wachten op het teken. En het teken kwam in 2009. Toen men me wilde eren. Toen was president Venetiaander. En ik zei ze, ik heb nog niks gedaan voor Suriname. Maar men vond dat ik al toen veel had gedaan met de Marie Lefevre School. Ik ben toen begonnen. 26 augustus mocht ik beginnen met een groep van 30 jongens. Ik wist niet precies hoeveel jongens ik moest nemen. Ik ben met 30 ondeugende jongens begonnen. Ik heb een paar vrienden bij elkaar gevonden. En we zijn gestart. En tijdens het starten merkten we op dat we jongens uit de gevangenis hadden. En het waren alleen maar ondeugende jongens die eigenlijk smachten naar liefde. Het was niet eenvoudig, niet eenvoudig. En je moest geld hebben om met dit soort jongens te werken. En ik had toen geen geld. Ik had gevraagd, mijn bankrekeningen waren helemaal blut. Maar ik ben begonnen in gehoorzaamheid. En ik moet zeggen, na 12 jaar ben ik dicht tevreden met mijn eigen stichting. Ja, wat ja. Een mijlpaal. Het is een mijlpaal, ja. We hebben heel wat doelen kunnen bereiken voor Suriname. Ja, u bent begonnen met 30 jongeren. U is genoemd. Hoeveel jonge mannen heeft u geholpen om een volwaardige burger te worden gedurende het 12-jarig bestaan? Nou, het is niet exact te zeggen, omdat we zeker 25 teams van jongens hebben gehad. Als iemand luistert, de jongens die door het traject zijn gegaan moeten hebben meegemaakt dat ze in het bos zijn getraind. We hebben een militair in ons midden, dat is meneer tweede luitenant Lucien Vroom. En hij heeft toen, de bevelhebber toen, had aangeboden, dit soort jongens breng ze weg in het bos. En we hebben toen bosbivak gekregen, militair cola kreeg, om dit soort jongens te trainen. En als je getraind bent via bosbivak, en dan kom je terug met de motivatietraining en we hebben dan basic life skills. En ik weet niet of Suriname het Aganar project kent, dat is van Pille. Door middel van sport, werken aan het gedrag van mensen, hebben we dat gedaan. Dan ben je volwaardig door de training gegaan, 6 maanden, een jaar, noem het maar op. Dus we hebben 25 van die groepen gehad. In het begin 30, later was 30 te veel, begonnen met 20. We hebben een onderscheiding gehad van de Amerikanen, omdat wij de eerste organisatie, ik weet niet of het de laatste is hoor,
die gedurfd heeft om met jongens uit de gevangenis, 19 jongens uit de gevangenis, hebben we toen uit de gevangenis, allemaal veroordeelden, hebben we getraind. En dat was toen een toffe job. Ja. We hebben het eigenlijk nooit meer zo gedaan om alleen maar jongens uit de gevangenis te trainen. Maar we zijn wel equipped daarvoor. Ja, het is begonnen als een vereniging, daarna een stichting. En nu na 12 jaar hoor ik mensen zeggen, Rimas kan omgetoverd worden of omgezet worden naar een instituut. Want jullie hebben zoveel kennis vergaard, jullie hebben zoveel gedaan. En al die kennis en expertise moet hoger getild worden. Ja. Klopt dat? Het klopt helemaal, omdat we eigenlijk, wat Rimas zo uniek maakt, wij zijn trendsetter wat het drop-out problematiek betreft. Ik denk dat door de komst van Rimas hebben vrienden van mij zich aangesloten. Ik ben zelf communicatietrainer en leerkracht geweest, docent geweest. En mijn vrienden in mijn omgeving, die hebben mij gejoined. En het waren niet zomaar vrienden, iedereen had een titel. Dus als ik je zag, je bent psycholoog, niet dat ik me kon, je hebt me. Dan kwam je als psycholoog, maatschappelijk werker, gedragsdeskundige, geestelijke leider, sportleider. Dus zo heb ik mijn vriendenkring vergroot. En wij kunnen zeggen, ik weet het niet, maar ik durf met trots te zeggen dat ik een deskundig team heb. Kader is er. En ik zeg vaak aan mensen, alleen een psychiater ontbreekt bij Rimas. Maar dat is niet eens erg, want als je psychische problemen hebt, dan sturen we de jongens door naar het PCS. Maar voor de rest zijn we een heel deskundig team. En wij vinden dat we dit mogen zijn in Suriname. Ja, en het opzetten van dat instituut, komt het nog? Het instituut is er eigenlijk al, want ja, door de jaren heen hebben we 3 locaties. 1 locatie, daar doen we SEC, de begeleiding. Mevrouw Ann Becker is de coördinator daar. Iedereen die problemen heeft, moet langs het gezinscoaching unit gaan. Hebben we daar maatschappelijke werkers en daardoor de intake genomen. De jongens die ouder zijn, uit de gevangenis, hangjongeren, die gaan naar het belofte. Dat is een andere afdeling, een ander instituut van ons. Daar hebben we huiswerkbegeleiding, geestelijke vorming, creatieve vorming. We hebben daar de job placement. We hebben daar meneer Milton Tuart. En die zoekt werk voor jongens, plaats jongens in banen. En we trainen de jongens on the job. En bij mijzelf is het centrum. We hebben daar onze finance administratie. We hebben daar de trainingslokaal. We hebben daar een media unit, communicatie. Dus eigenlijk waar we op wachten, in 2016 hebben we een verzoek gedaan in Suriname om een multifunctioneel centrum op te zetten. En we wachten op de minister van ROGB. De stukken waren in orde toen we het zouden krijgen. Toen is meneer die van Binnenlandse Zaken weggegaan. En toen mevrouw Pocky. En nu hebben we een nieuwe mevrouw Voorsweek. Dus we wachten, eigenlijk moet alles in kan en om het instituut waarover u praat. Ja. Kan gebeuren. Ja. Het multifunctioneel instituut, dat komt, ik hoop, heel gauw, omdat we op het perceel wachten om dat op te zetten. Ja, kunt u uw microfoon beter regelen? Ja. Moet dat zo? Kan de TD even assisteren? Of ik doe het wel even live, hoor. Ja, is het zo goed? Dat kan ook gebeuren. Ja, zowel bij de STVS. Eigenlijk moest het vastgezet worden, maar oké, we gaan door. Vanwege COVID dan... Ja, is goed. Ja. Dus dat instituut komt wel van de grond? Het moet als... Kijk, zelf de regering weet dat Rimas goed werk doet. Rimas heeft vele onderscheidingen gehad. Vele awards heb ik gehad. Ik denk dat ik 12 awards heb en 12 onderscheidingen, samen 24. Rimas heeft bestaansrecht. Ja. En de regering weet het, de resident heeft ons laten roepen. En samen zijn we aan het kijken wat we verder kunnen doen. En intussen hebben wij niet gewacht. Wij zijn nu begonnen met een leerwerktraject. Mm-hmm. Ik zeg dat we 12 jaar hebben geoefend. En nu is die omwenteling. Nu gaan we daden stellen, omdat we met een leerwerktraject komen voor Suriname. En dat is niet zomaar een project. De jongens
Het projecten van ons waren altijd goed. Ja. Maar die jongens gingen terug naar de omgeving. En dat is niet zo makkelijk. Ja. En nu gaan we die jongens zelf barakken laten bouwen. We verkeren in een gelukkige omstandigheid. Dat we 2 op perceel hebben gehad op 4 kinderen. Dat is achter Cola Creek. We hebben een geweldig huis gehad van iemand. Dat is gesloopt door het ministerie van OW. En nu is het vervoeren. En als de school begint, beginnen we met 10 jongens. En het geluk wilde, of God wilde, dat we van havenbeheer het voorgedeelte, het geld hebben we al binnen om met 10 jongens te starten na de vakantie. Mooi. Gedurende de periode van 12 jaar heb ik ook opgemerkt dat de doelstellingen werden aangepast. Ja. Is begonnen met, ik wil niet zeggen ondeugende jongens, maar onhandelbare jongens. En daarna heb ik opgemerkt dat u zich ook bent gaan focussen op het gezin. Ja. Ja. Waarom die doelstelling? Nou, wanneer je werkt, moet je het gelijk aanpassen. Je kan niet alleen met die jongen werken. Je bent verplicht met zijn moeder, zijn ouders te werken. Dit soort jongens hebben meestal wel een moeder, maar geen vader. Ik weet niet hoe dit soort jongens geboren zijn. Want die vaders zijn nergens. Ja. En dan ga je zien dat je die jongen alleen kan helpen door ouder ondersteunende trainingen te geven. Waardoor mevrouw Becker, die kwam uit Nederland en die heeft vaak met dit soort mensen gewerkt, jongeren gewerkt. Ze zei, laten we een gezinscoaching unit opzetten. En het geluk wilde dat we een huis konden huren en sec met gezinnen. En daar is meneer Botsen echt goed in om als gezinstherapeut. Ik weet niet of hij beëdigd is, maar hij kan het heel goed doen. En toen zijn we begonnen met gezinnen. En toen we met gezinnen zijn begonnen, merkten we dat er een armoede was. Toen zijn we met pakketten begonnen. En toen we met gezinnen begonnen, zagen we dat er huizen waren waar men het dak lekte. En we zijn gewoon gaan kijken, we gaan daken voor mensen repareren. En ondertussen hebben we 4 huizen leefbaar gemaakt, een schutting. We hebben vandaag gaan we een huis, een schutting opleveren voor de oma. Dus Rumas is vanuit, we zijn werken gegroeid. We hebben ook een service learning. Vanuit die jongens werkte we op, zij hoefden niks te betalen. Dus wij zeggen, jullie moeten gaan werken. En toen deden we service learning. En service learning, we doen elke zondag, elke december, doen we 300 gezinnen. We geven ze eten, we geven ze een luxueus diner en we geven ze cadeautjes. Eigenlijk is het, ik weet niet hoor als het 80.000 is, maar ik weet niet, maar we hebben het altijd kunnen doen. Verder hebben we vaders getraind, heel veel vaders, groepen van 300 mannen in de open ruimte buiten de stad. En we hebben mannen hun rol, bewust gemaakt van hun rol, moeders ook van hun rol. Dus we zijn een heleboel kanten uitgegaan met Rumas en eigenlijk zijn we er erg trots op. Ja, mevrouw Hart. In haar 12 jaar, ik dacht 14, want Rumas bestaat 12, maar ik begin 2 jaar na visie. Nee, pardon, ik begin 2 jaar, maar ik ben denk ik, ik ben wacht niet op Gado, want ik kan doen aan zonder Gado. Dus in haar 2 jaar, ik wacht niet op Gado en Gado leidt me tot een Kerso. En in haar Kerso moest ik mannen trainen die in de jeugdgevangenissen werkten. Okay. En dat heb ik Kerso draaien hier gevangenis, omdat ik trainen aan een groep. Dat in Corso. En in jouw wacht is aan mijn wacht, dat een pietje kon aan mijn begin. Oké, dus dat we horen momentum voor 12 jaar. Ja. Je hebt om een jong man voor volwaardige burgers. Ja. Ja. Toch, je hebt een succesverhaal zijn altijd dat in je gedachten naar in je atti. En we zijn ook benieuwd naar dat verhaal. Oké, het verhaal loopt met me mee, het gaat met me mee. Als ik mijn blaadje hier vasthoud of ik doe iets, dan is het die jonge man die bij mij op kantoor zit. Dat was een jonge man die uit de gevangenis kwam, na 8 keren gevangenis. En hij werd gebracht door een vriend die ook in de gevangenis zat. En die had liefde ervaren bij Rumas. En hij ging in het hol. En hij zei hem, kom, wat sticht ik de lobby? Ik dacht, nou maar lobby no de. Lobby no de. Amanta kon de lobby. En toen is hij gekomen en hij ervoor liefde. Wat we hebben is heel veel aan liefde.
En die jonge man is gebleven, is nu jeugdpastor, is getrouwd, is bij mij op kantoor. We werken samen, ik kan hem voor alles sturen. Die de man zei, oh wat toen ben je in mijn auto, dan heb ik een vuilniszak. Ik dacht, kom, je hebt mijn poero. Dus hij is eigenlijk het levend voorbeeld van, hij is ervaringsdeskundige, hoe het is om in die criminele wereld te leven, hulp te vinden. Dat smart is die aandacht naar jou, want hij had probleem gedrag. U had het over onhandelbaar gedrag, maar is ongewenst gedrag. Het is onnoelijk bigisma. We hebben het niet gecorrigeerd, wordt het probleem gedrag. En hij heeft de liefde ervaren. We hebben aan hem gewerkt. En nu kan hij staan. Dus hij is een levend voorbeeld. En hij is niet de enige. We hebben, ik denk, meer dan 300 jonge mannen in het Nationaal Leger. We hebben bij Staatsolie. We hebben bij Newmont. We hebben een heleboel jongens die nu kunnen zeggen, mams, mami, of die kaart, mijn moeder, ik wil je bedanken. Dus we vinden dat we het. We doen een goede job, ja. Ja. Melden zich jongeren nog aan elke dag? Ja. Dagelijks hebben we jongens daar, die kleintjes, de moeders komen met ze, bellen elke dag. En dan sturen we ze naar het gezinshuis. Die grote jongens komen ook voor hulp. En, maar het is niet zo makkelijk nu. Vandaar dat ik ben opgestaan vanaf COVID. In Amarus, want de criminaliteit blijft. En je hebt ook onverantwoordelijke vaders die blijven. Dus daarom zijn er ook nog jongens. Ja. Dus we hebben eigenlijk elke dag jongens die langskomen om werk te zoeken. Want wij zoeken werk voor ze. Wat doen we nu? Als je komt, vooral die oude groep, die nieuwe groep moet door een begeleiding gaan. Dan geven we je werk. En we helpen je aan een beetje geld. We hebben zelf geen geld. Maar je weet dat Ruma's geleid wordt door God. Ja. Ik vind dat God die me opdelt. God moet zorgen voor money. En ik denk dat, ik denk niet. Ik weet dat God zich aan zijn afspraak houdt. Er is altijd. Moet zijn voor money. Want je moet er als heeft money dat hij. Tegen boyke weet je. Die wil roken. Dan worden ze weer aan het werk gezet. En met die nieuwe. Het leerwerktraject. Weet ik dat we heel binnenkort naar de televisie komen. Voor een oproep. Voor jonge mannen tussen 17 en 25 jaar, die echte willen veranderen. Dan we potten in, we trainen voor ze, ook wat training. Dan gaan ze in het leerwerktraject om zelf een barakken te maken. We hebben een meneer Graham uit Nederland, die heeft al een barak gemaakt, een prototype. En wie heeft ons geholpen? Het SWM heeft ons geholpen. En we hebben voor afvalmateriaal, recyclingmateriaal, maken we een barak. En dus deze jongens die nu komen, we schrijven hun namen op, maar we gaan eerst een test met ze doen. Wil je echt veranderen? Want niet iedereen wil veranderen en je kan geen mensen veranderen die niet willen. Nee. Je moet eerst ja willen zeggen voor veranderen, dan wil je pie. Daar rekenen we je de tools aan. Dus dat is het programma nu. Oké. Ik heb al alles gehoord. Ik bedank u voor uw komst vanmorgen in Matentaki. Heeft u tot slot nog iets bij te voegen? Ja, ik wil iedereen bedanken. Kijk, Ruma's zou nooit Ruma's zijn geworden zonder de media. Ruma's zou nooit Ruma's zijn geworden zonder de bedrijven. Ruma's zou nooit Ruma's zijn geworden zonder de samenleving. Ruma's zou nooit Ruma's zijn geworden zonder de overheid. Maar Ruma's zou geen Ruma's worden als God niet bestond. Dus ik wil iedereen ook God bedanken dat we de gelegenheid hebben gehad om in Suriname zo'n instituut op te zetten en dat het nog voortgaat. Ik wil u bedanken dat u mij heeft laten roepen. En ik wil iedereen bedanken die samen met Ruma's, de visie van Ruma's wil helpen uitdragen om te gaan naar een groter geheel in Suriname. Zodat we, onze slogan is, komen tot een drop-out vrije samenleving. En ik weet niet of mensen het geloven, maar ik geloof wel. Mijn stichting gelooft in een drop-out vrije samenleving. En samen met deze regering gaan we er naartoe om Suriname drop-out vrij te maken. Grantangi, die u Jimmy aangelegenheid. En we danken u. May God bless Uno. May God bless Ruma's toe. En samen met God bless Sernang. We begitaki wat er ook is, dat Suriname gezegend blijft. Dank je wel. Ja, dank je wel, mevrouw Emmy Hart. Dat was de directeur hè, van Ruma's. En ze heeft vanmorgen een beetje gesproken over het 12-jarig bestaan van
dit instituut. Want we praten niet meer in termen van stichtingen en verenigingen, maar een hoger level. En dat is instituut RUMAS.